Kort geleden verweten jullie nog minister Dijsselbloem dat hij de schuld verkocht had en nou doen jullie hetzelfde. Ja, want we kunnen ook niet anders, omdat de staat is daaruit en dan blijven wij als gemeente gewoon achter. Dus wij moesten daar ook op mee. En het is verkocht en het leuke en het goede nieuws echt voor Amstelveen is dat al het geld terugkomt. Wat gebeurt er nu met dat geld wat binnengekomen is? Op welke bank wordt het nu gezet? Ja, nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Dat zijn allemaal systeembanken. Dus dat is gewoon banken die altijd overeind blijven. Want wat dat betreft, al te grote risico's met allerlei banken die heel ver weg zijn, dat moet je ook gewoon niet doen. Dus dat is nu staand beleid, dat het geld nooit meer op dat soort risicovolle banken wordt gezet? Nou ja, zeker. De vorige keer kon dat wel, want Landsbankje had gewoon een vergunning van de Nederlandse bank. Alles klopte. Alleen ik ben zelf ook in IJsland geweest, hè, voor die rechtszaken. Ja. Nou ja, 300.000 mensen wonen daar. Het is een heel klein eiland met zoveel miljarden aan banken tegoeden. Dat kan natuurlijk niet. Als dat misgaat, dan valt niet op te vangen. Je ziet al hoe lastig het is in Nederland, hè, als er wat misgaat met ABN AMRO, hoeveel geld dat kost. Dus die kant moeten we nooit meer op. Nee.